Dennis van Uhm was eerste luitenant en pelotonscommandant in Oeroesgan. Zijn dood komt extra hard aan omdat zijn vader Peter van Uhm gisteren tijdens een militaire ceremonie werd benoemd tot commandant der strijdkrachten. Dat is de hoogste Nederlandse militair. Op internet stromen de condolences binnen. Ook in Grave leven de mensen met de familie van Uhm mee. Ik denk dat iedereen het hele jaar heel triest vindt, dubbelop. Hè? Feesten ten aan de ene kant en aan de andere kant die trieste mededeling dat zijn zoon omgekomen is. Ja. Ja, ik vind het heel erg, ja. Toevallig heb ik het gehoord op de radio dat er dan iets gebeurt met de zoon van Peter van Uhm. Ja, vind ik toch wel heel verschrikkelijk, ja. Woont hier in de buurt? Dat zou ik niet verwachten. Het ligt heel kort bij elkaar natuurlijk, hè? Vreugde en verdriet. In dit geval helemaal, ja. Ik vind het wel heel erg voor die mensen. Ik kreeg er gewoon helemaal kippenvel van toen ik het hoorde. Ik denk alweer. De gemeente Grave opent maandagochtend een condoliansregister.